Het zijn ook wel aparte tijden. We hebben het nu over voetbal. Er gebeurt veel in de wereld, hè? Vorige week, dat Capitool, heb je daarna gekeken? Ja, uiteraard. Maar hoe? Wat was jouw gevoel erbij toen je dat zag? Nou ja, goed. Ik ben geen Trump-fan. En ik was gisteren alweer verbijsterd dat Baudet zei dat het... Een Twitter-aanval was. Van de beste Amerikaanse presidenten uit de hele geschiedenis was. Maar ik vond dat... Ja, dat het een linkse koep was, hè, wat hier allemaal gebeurde, ja, met Twitter maar en zo. Ik vond dat al die domhoren die daar stonden te schreeuwen, als je die ophitst, dan kun je ze alles laten doen als volksmenner wat je wil. En ja, dat is volledig uit de hand gelopen natuurlijk. En dat dat mogelijk is in een land als Amerika, dat had ik niet voor mogelijk gehouden. Nee, we zagen ook Maarten van Rossum, die zei dat zag je aankomen. Oh man. Ook gruwelijk onderschat door de politie natuurlijk. Ja. Ja. Als je zag wat er in die 2 uur aankwam rijden. Ja. Duizenden politiewagens. Hè? Dat je daar niet op kan anticiperen, bedoel je? Ja, dat hadden we veel eerder moeten doen natuurlijk. Hè? Nee, maar ze stonden daar met een paar wijkagenten het Capitool te verdedigen. Ja. Maar uiteindelijk was het dat het ook niet. Hè? Want ik weet niet of je de zusjes van Lexbond nog hebben gezien, allebei. Het had iets anders. Als je dan zit te kijken, dan denk ik ja, die denken toch even beter naar voor ze iets zeggen dan wij. Hè? Wij gooien het spontaan uit. Wij gooien het zo op tafel. Maar ik ga me meer verdiepen in die meisjes, want dat zijn wijze meisjes. Ja, de stand van de planeten. Dat was het. We zijn natuurlijk hier op aarde en er zijn ongelooflijk veel planeten. Alle planeten die bewegen ook. En die hebben allemaal hun eigen energie hier op aarde. En het klinkt in het begin heel zweverig, maar het is eigenlijk juist boerenwijsheid. Gisteren stond Mars verplaatste naar Stier. En dat is echt toch wel een pittige transitie. En dan zie je zoiets als wat we gisteren hebben gezien op het nieuws. En voor ons komt dat dan gek genoeg natuurlijk ook wel als een shock. Maar als je het dan weer combineert met de transitie van de planeet, denk je oké, het verbaast me ook eigenlijk niet. Je ziet het aankomen. Die hebben ook gewoon een man, hè? En die zit daar gewoon iedere avond naar te luisteren, naar die onzin. Ja, dan ben je wel een pechvogel, hè? Dan ben je echt een pechvogel, hè? Maar je kunt ze gewoon de deur uitzetten, die gekken, hoor. Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Insight-app.